Hallo. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Hans en ik ben 32 jaar oud. Mijn beroep is leerkracht op een basisschool. Maar ik ben op dit moment huisman. Mijn vrouw werkt fulltime en daarom zorg ik voor onze kinderen. We hebben 2 kinderen. Een dochter van 3 en een zoontje van 1 jaar. Ik werk overdag als vrijwilliger in een bejaardenhuis. Dat heet nu een woonzorgcentrum. Ik houd me daar bezig met de verzorging van ouderen. Omdat er te weinig verplegend personeel is, zorg ik ervoor dat de bewoners op tijd hun medicijnen nemen. De meeste ouderen leggen de pillen klaar. Dan vergeten ze die niet. Ik vind het heel leuk om met ouderen bezig te zijn. Ze vragen vaak of ik met hen koffie wil drinken. Dan protesteer ik niet, want een kopje koffie vind ik altijd lekker. Ze vertellen veel grappige verhalen over vroeger. In het wooncentrum wonen veel weduwen en weduwenaars. Zij voelen zich vaak eenzaam. Maar ze zoeken elkaars gezelschap vaak op. Ze gaan met elkaar wandelen, in de koffiekamer spelletjes doen, samen zingen, etc. Soms zie je ook afschuwelijke dingen. Er is in een zorgcentrum ook veel ellende. Sommige mensen kunnen niets onthouden en moeten alles opschrijven. Andere mensen snappen niet waarom hun kinderen nooit te bezoek komen en ze zijn daar erg kwaad over. Ik luister naar hen als ze over hun kinderen praten. Ik maak tijd voor hen. Het is belangrijk om veel geduld te hebben en serieus te zijn. De mensen zijn wel oud, maar niet dom. Natuurlijk is er ook regelmatig een begrafenis of een crematie van een van de bewoners. Ik ga met andere ouderen mee als er iemand wordt begraven.